FC Groningen krijgt bijna 18.000 kaarten voor de bekerfinale tegen PEC Zwolle in de Rotterdamse Kuip op zaterdag 3 mei. FC Groningen bereikte deze finale door gisteren met 3-0 te winnen van Excelsior. Hans Hateboer scoorde vlak voor de pauze en Albert Roesnak en Thierry Cherry na de rust. Heel Groningen leefde na de wedstrijd tegen Excelsior toe. Een grote groep supporters trok voor de wedstrijd in een stoet naar het stadion om zo hun steun aan de spelers te tonen. De ontlading na de wedstrijd was daarom groot. Het is voor de tweede keer dat FC Groningen de bekerfinale haalt. In 1989 lukte dat ook. Toen werd met 4-1 verloren van PSV.